Waar vind jij dat je moeder over mag opscheppen? En wat bewonder jij dan in je moeder? Ik kom op zeggen, zul je moeder de vragen stellen? Oké, nou zal ik een makkelijke vraag stellen. Als jouw moeder een toetje was, wat toetje zou ze zijn? Nee, dat gaat echt nergens over dit. Nou. Ik kan alleen maar lachen. Ja, vind ik gek. Een Mona-toetje. Dat klinkt goed. Ja, in plaats van een Mona-mama-toetje. Ja, ja. En waarom dan? Of een donootje is ook wel lekker. Ja. Oké. Wil je nog wat tegen je moeder zeggen? Dat ik van haar hou en dat ze zo door moet gaan. Pizza di pizza. Hebben jullie ook een pizza lied? Nee. Nee. Zo creatief zijn we nog niet. Oh, creatief okay. Pizza. Zit in de pizza's. Ik vind het, ik vond het ongelooflijk toen ik het hoorde. Maar toen ik een beetje ging terugrekenen, toen dacht ik wel ja, toen ik 6 was. Mm-hmm. Toen sliep ik achter de cursusruimte. Ja. Dus ik weet nog dat ik toen altijd op bed lag en dat ik dan allemaal cursisten heel luidruchtig hoorde lachen en bijtelen en schilderen en druk en weer. Dus toen dacht ik, ja, dat klopt ook wel. Dat is alweer 20 jaar geleden. Mm-hmm. Ik vind het ongelooflijk hoe ze draaiende houdt en hoe ze ieder jaar weer nieuwe dingen doet eigenlijk. Ja. Waar vind jij dat je moeder over mag opscheppen? Nou, over wat ze hier heeft opgezet eigenlijk. Dat heeft ze wel weer helemaal alleen gedaan. Dat heeft ze ook goed gedaan als ik zo kijk naar alle mensen die hier zijn. Is er wat meer overmoedig geweest? Dus ik denk dat ze daar wel trots op kan zijn en op haar eigen werk natuurlijk vind ik ook. Als je dit ziet, dan wil ik graag nog een werk van haar, want ik mis nog één in mijn huis. Ja, ik heb één schilderij van haar hangen, maar ik heb ook nog één hele lege muur. Ja, ze weet wel welke ik wil, maar die hangt bij een vriendin van haar, dus dat duurt nog even. Ja. Maar ik zou zeggen dat ze dan eentje voor mij mag uitzoeken. Oké. Okay. Maar ik heb nu de Phoenix. Ik weet niet of je dat schilderij kent. Dat ze zo, hoe noem je dat? Vivid. Zo levendig, zo vrolijk, altijd vrolijk, ondernemend, ideeën, echt genieten van de dingen die ze doet. Zij heeft echt van de hobby de werk gemaakt en dat vind ik wel iets moois. Waar vind jij dat je moeder over mag opscheppen? Nou, over de dingen wat ze doet, waar ze mee bezig is, want dat doet ze goed. Mm-hmm. Wat ze hiermee bezig is. We zitten hier allemaal een beetje voornamelijk in er eentje klaarspeelt. Mm-hmm. Ja. Wel met hulp van anderen, maar grotendeels alleen wat. Annette, ik ga naar huis wat rusten. Ik vind het net helemaal tof hoe ze het in haar eentje redt. Het is echt geweldig, het is een supersterk mens. Ja, dat ze moet doorgaan zo. Vooral niet afgaan van andere dingen. Gewoon. Lekker doorgaan waar ze mee bezig is. Want dat gaat goed. Dus, Als jouw moeder een schilderij zou zijn, wat voor schilderij zou ze dan zijn? Oh, wat een vraag. wat voor schilderij? Een heel gek schilderij. Dat weet ik wel. Wat een vraag.